Goedemorgen en welkom bij het beursjournaal van maandag 1 december. De AIX start vandaag licht lager. Vannacht werd het sentiment in Azië reeds bepaald door winstnemingen. Later vandaag komen de eerste cijfers uit Amerika, die onder meer licht zullen werpen op de huizenmarkt. Woensdag breekt de storm al daar echt los met onder meer het beigeboek en data over de arbeidsproductiviteit. Het bedrijfsnieuws voor vandaag. Fortis houdt vandaag dan eindelijk zijn aandeelhoudersvergadering. Beleggers kunnen zich uitspreken over de benoeming van 5 Fortis-bestuurders. Of de voordrachten het halen is nog maar de vraag. De VEB heeft in ieder geval een eigen kandidaat naar voren geschoven. Van Lanschot maakte voorbeurs bekend dat het ter waarde van 150 miljoen euro nieuwe aandelen heeft uitgegeven. De preferente stukken werden aan zowel institutionele als particuliere beleggers verkocht. Ze hebben een jaarlijkse couponrente van 7,5%. Met het nieuwe kapitaal trekt Van Lanschot zijn Tier 1 ratio op naar 10,1%. Dan het nieuws uit Amerika. Wall Street sloot vrijdag na een korte handelsdag wegens het Thanksgiving weekend licht hoger. De Dow Jones won 1,17% op 8.829 punten. Detailhandelaren hadden het echter zwaar. Verwacht wordt dat Amerikaanse consumenten in het traditionele koopseizoen tot oud en nieuw dit jaar niet thuis zullen geven. Barack Obama, de aanstaande president van de Verenigde Staten, maakt vandaag naar alle waarschijnlijkheid zijn belangrijkste ministers bekend. Hillary Clinton zal buitenlandse zaken gaan doen. De Republikein Robert Gates blijft aan als minister van Defensie. Tot slot het nieuws uit Azië. Aziatische beleggers zijn de handelsweek met winstnemingen begonnen. Analisten wezen erop dat de Nikkei-index vorige week 7,6% won, terwijl de Amerikaanse economie op instorten staat. De beweging van de beurs wordt deze week ook in Azië bepaald door cijfers over de Amerikaanse detailhandel en een eventueel reddingsplan voor de noodlijdende autosector. De Nikkei verloor vandaag 1,35%. Dit was het beursjournaal voor vandaag. Nog een prettige dag en graag tot morgen.